Phoenix, kringloopwinkel, woonwerkgemeenschap op de Ulinksheide. Wij hebben hier een mooie woongemeenschap voor 15 personen met allerlei achtergronden. En samen verzorgen wij hier de kringloopwinkel. Dus innamegoederen, het verkopen van goederen en het daarna weer verwerken van het product. Emmaus Phoenix betekent gewoon een enorme verandering in mijn leven. Een reden om mijn bed uit te komen. En daarbij kunnen we ook heel veel doen voor het milieu op deze mooie plek. 500 kilo, dat is de hoeveelheid afval die elke Nederlander gemiddeld per jaar produceert. Dat is natuurlijk enorm veel afval, ook enorm veel grondstoffen die we op deze manier weggooien. Minder afval produceren, dat is een van de dingen die we in het kader van circulariteit doen. En wat we dus ook proberen dan, is u te stimuleren om minder afval te produceren. En hoe kun je dat dan doen? Door goed te scheiden. Het kan ook zijn door dingen te repareren, bijvoorbeeld zoals hier in het Repaircafé. Wat ook een optie is, is om het naar een kringloopwinkel te brengen. Die zijn er een heleboel in onze gemeente. Nou, en een hele mooie, die ook nog andere voordelen heeft, is deel de dingen met elkaar. We zijn hier bij Repaircafé Belfeld. Hier worden spullen gerepareerd die mogelijk een tweede leven kunnen krijgen. Zodat ze niet weggegooid hoeven te worden of nieuw gekocht moeten worden. Voorbeelden van de spullen die we repareren zijn strijkijzers, koffiezetapparaten, jassen, broeken, verlichting. Dat soort zaken die worden regelmatig aangeboden. Repaircafé is gratis. Alleen de onderdelen die eventueel gebruikt worden, die moet je ofwel zelf kopen of betalen. En verder is een vrijwillige bijdrage natuurlijk altijd welkom, want onze koffie die kost ook geld. Dus, ja. Met name de jeugd roep ik op om ook langs te komen als ze iets kapot hebben, om het te laten repareren.